Stichting Biskopo, de Regional Sport Academy, RSA, en Stichting Schoolfederatie Suriname, SSFS, hebben een nieuw bestuur. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft eerder deze week de nieuwe besturen geïnstalleerd. Het gezamenlijk doel van de verschillende besturen is om de stichtingen naar een hoger niveau te tillen. De voorzitter van het bestuur van Radio Biskopo is nu Nama Leidsman en bij RSA is dat Delano Landvreugd. En bij de SSFS zal Aniel Gisaidoubé leiding geven aan het bestuur. Minister Emmanuel drukte de leden op het hart om niet als een enkeling te werk te gaan, maar zaken in collectief verband aan te pakken.